Yo guys, Letje hier met vandaag een video en vandaag spelen we Minecraft Survival. En zoals je ziet ben ik zeilen aan het bouwen, dus natuurlijk wel achteraf opgenomen met de replay mod. Want zoals je aan de titel zagen, ga ik in deze video praten over de 1.15 en 1.16 update, of ook wel de Nether update. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik eerst nog een leuke video laten zien over ik en de boys, de boys en ik, die de pillagers gaan terugpakken, of ook wel de pillagers koekje van eigen deeg reed. Het was niet zo goed gegaan, maar het waren wel nog grappige beelden, dus geniet ervan. En mocht je daar niet geïnteresseerd zijn, en nu komt in beeld tot wanneer je kunt doorspoelen om dat allemaal over te slaan, zo je gelijk al het nieuws kunt weten over een nieuwe update. Wat hebben we best denk? Kruipende mansion! Wacht, we wacht, mijn armen! Nee! Ze zijn alles aan het overnemen. Ja, yes, tot de fuck, laat mij binnen nu! Is de opname al aan het starten? Die komen legit, die komen legit. Doe open alsjeblieft. Aaaaaah! Oké, waarom springt iedereen van de back up? Oké, iemand springt. Okay, ga je naar de overkant slaan. I don't trust this. Oké, 3, 2, 1. Maar hij moest... Ja, maar... Nino in de cave springen, nee! Hij moest gewoon omhoog springen! Ah, oké. Okay. Maar, oh my god! Een oceaan? What the fuck? Oh, die reet is aan het begin, hè? Wow, er zijn igloos in deze village. Dat is een igloo village. Ah nee, hè? Waar zijn de pillagers? Kom op, jongens. Ze zijn getransformeerd in spin! Maar wie zit de hele tijd op zijn horen te bladen, jongen? Wat is dat? Ik weet het. Maar dat zijn... Ravager bij mij. Ah, Ravager is fucking slecht. Jongen, ik pak die met één vinger in mijn... ergens. Heel makkelijk. Daar zijn ze! Ja! Maar waarom negeer niet mij? Waar is de Ravager? Huh? Jongen, die Ravager kan niks. Allee. Maar stop op een moment schieten! Je dat is wel echt zo perfect in mijn lijn op dit keer. Hey. Wat? Was dit het of wat? Oh, mij. Sneeuw op Minecraft! Wie was dat? Minecraft? Dat is mijn zus. Wilt je mijn deur dicht doen? Want ik wil jou ook aan het opnemen. Lekker op! Minecraft! Iedereen volgt mij naar mijn village, sorry. Iedereen volgt Jaren, hu? Kom maar! Heb je ook een netherpot? Ah ja. Jaren, vul deze kant op. Hoi. Rustig! Dat man is schuld van die fucking examens! Had we misschien wel de eerste keer dat om moeten zijn, hè? Al ja. Dun, 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 dun. Waar blijven die wormels? Hier zijn die, denk ik. Oh. Zijn die? Waar waren die? Ik was totaal niet bezig. Gast! Dat is mijn lievelingskoe. Ik vergeef het u nooit. Wanneer gaan we meeten? Hey, ik heb een idee, we gaan samen gaan paintballen. Ja, of gaan runnen. Ik ben meer voor het idee van Aaron. We doen het legit met één vinger in onze neus. Aha! Mohahaha! Ik kreeg alle eer voor ronde 2. Mohahiga, mohahaha. Ja, het zal wel zijn. Mohahaha, hiha. Ho. Hé, ik zeg hier. Daar zijn ze. Ja! Ja! Oh, mooi vuurwerk. Proficiat. Hoe speelt? Oké, dat was dus de pillager raid. Het is echt al van even geleden, was zelfs met de oude camera nog. Maar, ik zit hier in mijn base en ik heb wat verder gewerkt aan de pearl. Laat ik even zien wat er... Cute. Dus zoals jullie zien heb ik de neus wel veranderd, omdat die veel te veel naar voren ging. Het ziet er trouwens zo echt wel graaf uit. Ik ga even mee naar daar. Oké, mooi. Ik heb ook heel dit stuk veranderd door klei, omdat dat er toch nog iets beter uitziet om een ander soort blok in uw beeld te gebruiken. Maar er komen allemaal kanonnen en het gaat nog beter uitzien normaal. Maar wat ik deze video van plan was, buiten natuurlijk praten over 1.15 en 1.16, is de chesten room maken. Impossible! What? Dus we moeten eerst natuurlijk wel een trap naar beneden hebben. Ik zat te denken om dat hier te doen.
Dus om dat hier te laten beginnen of zo. En dan maken we, doen we iets gek. En maken we een trap. Dat moet blijven. Dat moet blijven. Maar als eerste de bijen. Wat heb ik over de bijen te zeggen? Dus de bijtjes die gaan al redelijk snel in Minecraft komen. In 1.15 gaan ze in Minecraft komen. En 1.15 gaat gereleased worden tegen het einde van het jaar. Nu, de Nether update, dat is 1.16, heb ik gehoord. Ik ben die, vond ik allemaal maar een beetje vaag eigenlijk. Maar normaal gezien gaan de bijen niet in dezelfde update komen als de Nether update. 1.15 gaat zich vooral focussen op het verbeteren van performance en dingen toe te voegen die in de Bedrock-editie zitten van de game, maar nog niet in de Java-editie en omgekeerd. Zo hebben PS4-spelers nog geen vossen in Minecraft. PC-spelers hebben die wel natuurlijk. En, dat komt trouwens nog wel niet zo mooi uit. Nu, ze hadden in de livestream ook een reden gegeven waarom de bijen eigenlijk zo groot zijn. Dat is eerst geprobeerd om de bijen zo groot te maken als een blok, maar dat zou blijkbaar veel te groot geweest zijn. En dan hebben ze geprobeerd om zo mini bijtjes te doen, dat zal te klein geweest zijn. Dus hebben ze een middenweg gezocht en dat vonden ze perfect. Maar het verhelpt nog altijd niet ons probleem hier. Ik zit eigenlijk om te denken om de trap één dingetje achter te doen, dat zou het wel oplossen. Dat zou het wel oplossen. Dus kan ik wel heel die trap terug afweken, maar dat maakt niet uit. Nu, wat komt er met de bijen? De bijen in Minecraft is eigenlijk al redelijk oud nieuws. Maar laat ik toch even samenvatten wat je kan doen met de bijen. Want er zijn ook nieuwe dingen announced in verband met de bijen. Maar je kunt ze breeden met flowers. Dat is cool, dat vind ik cool. Ze gaan natuurlijk ook bloemetjes bestuiven. Want ja, het zijn bijen. Je gaat ze vinden natuurlijk in bijennesten die natuurlijk spawnen. Of je kunt beehives maken en daarin kunnen ze ook leven. Nu, ik denk wel dat je eerst een gewone bij in het wild moet vinden voordat je effectief een nest kunt hebben in de beehive. Ja, dat zou mij toch logisch lijken. Oké, nu komt het trouwens wel mooi uit. Maar ik heb dus wel een trap naar beneden en dat is fucking lit. Oef. Oké, that's pretty nice. I don't know. Ja, ik zie wel hoe ik dit nog ga doen. Maar de chest room. Ik was van plan om hier van achter te beginnen. Want mijn plan was om hier zo kanonnen te plaatsen. En dan zo barrels erbij te doen. Alsof dat zo om te loaden is. Maar eigenlijk zijn dat gewoon chesten met stuff in. Maar we zitten dus even hier. En hier, ik heb experience opgepakt. Oké dan. En hier moet er nog wel wat gebeuren. Nu, ik zat te denken, omdat je zo al het detail kunt zien. Ik zat eigenlijk gewoon te denken om dat op te vullen. Om er gewoon één muur van te maken, zeg maar. Dus dat ga ik even doen. Ik ga dit even allemaal wel weghalen. En ik ga het gewoon opvullen met brown terracotta. Zo. Prachtig. Als de bijen u aanvallen en ze raken u effectief met een stengel, dan gaan ze net zoals in het echte leven na een tijdje gewoon doodgaan. Wat heel sad is. Dus ook als je er eentje aanvalt, zal heel het nest u aanvallen. En als ze kwaad zijn en je doet een campfire onder een nest, gaan ze normaal gezien terug rustig worden. Ik had trouwens wel meer terracotta nodig hebben. En waar eigenlijk echt een nieuw announce was voor de bijen of van de bijen, is de honeyblok. De honeyblok is fucking cool. Ik vind het echt oprecht fucking cool. Het is een beetje een variatie op een slimeblok eigenlijk. Het heeft zo dezelfde textuur, maar dan ja, goud natuurlijk. Van honing. Oh, dat past. Mooi. Dat had ik niet gedacht eigenlijk. Wacht, ik ga hier gewoon het zo doen, denk ik. Dat is momenteel nog even het handigste. Ah, ik was hier een blokje vergeten ofzo. Eit. Maakt niet uit. Ik denk dat ik het uiteindelijk nog gewoon zo ga opvullen. Dat is het gemakkelijkste. En de honeyblok. Het werkt een beetje hetzelfde als een slimeblok, maar eigenlijk totaal niet. Je kunt er niet op springen. Maar wel cool is, als je het tegen de muur plaatst, dan kun je er tegen glijden. En dan kun je ook omhoog gaan. Dus dat is fucking cool. En ik hoor sommige mensen denken, je hebt daar toch ladders voor in de game? Fuck off, ladders zijn niet cool. Die honingblokken zijn 10 keer cooler. En voor de rest, ja, is er nog niet zo superveel geweten over de honingbloks. Misschien ben ik iets vergeten te zeggen, ik weet het niet. Maar ik denk het niet, normaal niet. Maar het volgende deeltje van Minecon is de biome vote. Mensen konden net zoals vorig jaar kiezen uit 3 biomes. En vorig jaar is dat taiga geworden. Daardoor hebben we foxes en berries in de game. Deze jaar
ging het tussen de Badlands, ook wel de Mesabaim. Daar hebben we een nieuwe naam gegeven voor een reden. Ik weet niet welke reden, maar er is een reden voor. Nee, ik heb geen fucking idee. Ah! Yes, ik heb nog terracotta. Maar ik weet niet of ik nog genoeg... Ja, dus ik had per ongeluk al mijn cacao beans omgezet in brown dye, waardoor ik om nieuwe cacao moet gaan. Ik heb trouwens jungle gevonden, ben er fucking bij voor moeten gaan. Maar ik heb hem gevonden, dus dat is het belangrijkste. Maar komt dus deze tussen de Badlands, de Swamp Biome en de Mountain Biome. De Mountain Biome is gewonnen. En wat er eigenlijk gaat bijkomen is snowier snow. Dus sneeuw waar je in kunt zakken ofzo. Dus, ja, dat sprak mij nu niet echt aan ofzo. Maar ik denk dat het nog wel cool kan zijn voor parcoursmaps, net zoals de honeyblocks trouwens. Dus we kunnen denk ik wel aan de Chester Room beginnen. Dus het leek me cool om van achter al zo twee kanon te hebben. Dat lijkt me fucking vet. Dus laat ik dat al even doen. Mijn terracotta blok. Come back to me. Wat er nog nieuw zal zijn in de mountain biome zijn geiten. Yes. Geiten zijn fucking cool. Oké, deze ziet er wel niet zo super goed uit, to be honest. Maar op zich, ja, nee, dat gaat er nog wel vet uitzien. Oké, we kunnen het desnoods later nog een beetje aanpassen. Ik zat dus te denken om hier de orkest te doen of zo. Dat is wel een leuk idee. Trouwens, mijn design voor de kanonnen is dit geworden. Ah, maar ik moet hier. Oef, oef. Ik ben nog iets vergeten. Oké, dat maakt niet uit. Dus dan had ik te denken om zoiets te doen. En mijn opnames stinken, dat klopt. Een kleine barrel. En het lijkt dan alsof dat zo de lading is of zo. Ik weet niet, zo, hoe moet je het zeggen? De kogels. Ja, you get it. Oké, het is nu niet het best looking thing dat ik ooit heb gemaakt. Ik geef het toe. Ik ben trouwens wel iets vergeten. Ait. But we got it. Oké, en dan gaan hier gewoon spullen in. En dit zou ik zo overal moeten doen ofzo. Yes. Ik zat te denken om er hier ook nog eentje te plaatsen. Maar dan gaan ze iets te dicht zijn tegen die dingen, denk ik. En als ze overal nog zo wat random dingen plaatsen. Lanterns. Brown carpet op de grond. En zo wat pilaren gaat het hier wel goed uitzien, denk ik. En natuurlijk ook nog even, ik was al even van mijn onderwerp weg. In de mountains gaan er ook mooiere mountains zijn. Dus zo meer spitspuntige bergen gaan er zijn. En dat vind ik fucking cool. Ik zat trouwens te denken om hier al mijn ores in te doen. En nu ik toch per ongeluk al deze spruce slabs heb gemaakt, ga ik gelijk dit aanvullen. Zo. De plafond gaat niet zo straight blijven, hoor. Hij wordt nog fucking gay. Oké, nee, is niet waar. Ja, je snapt wat ik bedoel. En als ze overal lanterns gaan plaatsen, gaat het er echt wel sick uitzien. Ja, ik vind dat het er niet slecht uitziet. Maar goed, ik ga denk ik... Ah, ik wil hier wel een kanon plaatsen, maar... Was het nu gewoon één blokje langer als geweest? Ja, dat gaat zo te dicht op elkaar zijn. Ja, kijk, ik ga het iets doen en we zullen zien wat het wordt, I guess. Wacht, waarom zit ik mijn fucking fortune te pickaxen? Ik ga even slapen. Wacht. Ik ga de trap niet nemen. Jee! Au. Ah, ja. Kut zo. Aha. Derde keer, goede keer. Zo. En dan nog het grootste ding eigenlijk van deze video. En dat is toch wel de Nether update. De Nether update gaat 1.16 zijn. En holy fucking moly. Het ziet er vet uit. Maar om het kort samen te vatten. Er komen... wacht hè. Er komen Nether biomes. Twee voorbeelden hiervan zijn de Soul Sand Valley en het Netherward Forest. Het Netherward Forest brengt zijn eigen variant mee van blauw Netherward. Echt wel cool is in mijn opinie. En de Soul Sand Valley is natuurlijk alleen maar Soul Sand en zal blauw vuur meebrengen. Nu, blauw vuur
ga je vanaf nu automatisch krijgen als je, als je Sal Sand in de fik steekt. Maar dat gaat hier krap worden, hoor, jongens. Ja, nee, deze wordt hem niet. Kijk, jammer, maar dan plaatsen we hier nog iets anders leuk. Ik ga trouwens aan die kant beginnen. Aan deze kant, want ik kijk daarop snatten. Dus hier eentje en hier. Ja, oké, perfect. Ouder nog gaan plaatsen? I don't know, man. I don't know. Natuurlijk nog even de nieuwe mobs. De nieuwe mobs. Een deel van de nieuwe mobs. Er zijn al twee nieuwe mobs aangekondigd. Want ze hebben ook gezegd van ja, het is de bedoeling dat je echt in de Nether kunt leven. Dus er moet dan een food source komen. En die food source is het Piglin Beast. Ze zijn sowieso vijandig tegenover u. Maar je kunt ze eten. Dus ja, hey. Het zou de eerste officiële food source zijn, maar. In mijn, ik vind persoonlijk dat rotte flesh van zombie pigments ook eigenlijk al een food source is. Ook wel echt wel een heel slechte food source. Maar ja, het is een food source, natte. Dus ja, wie gebruikt, als je al een beetje verder in de game zit natuurlijk, gaat je dat niet als food source gebruiken. Dat is wel iets waar iedereen mee akkoord gaat, denk ik. En tenslotte heb je ook nog een andere nieuwe mob. De piglins. En de piglins zijn een beetje de villagers of de pillagers van de Nether, kunt je ze noemen. Maar ze gaan hun eigen trading systeem hebben. Maar het trading systeem gaat niet hetzelfde zijn als van de villagers. Het gaat een meer riskant trading systeem zijn. Als ik dat kon opmaken uit de reactie van de developer. Het ziet er al fucking episch uit. Allee, jammer dat het natuurlijk voor volgend jaar zal zijn. Wel op zich, ik denk dat we ons wel gaan amuseren met de bijen. Maar ik denk wel, ga laten voor deze video. Dus vond deze video even brak als ik hem vond. Was het een blauw rijmpje omhoog? Abonneer de volgende keer. Laat zeker in de comments achter waarvoor je het zelf het meest hyped bent. En dan zie ik je de volgende keer. En ik zeg ciao.